Ik ben hier in de Reeshof in Dalem-Zuid. Ik wil de gemeente vragen om toch iets meer te doen aan de hondenpoep. Er staan wel emmers en zo, maar toch heel dikwijls dat de mensen het niet opruimen. Ik woon tegenover een grasveld en het is gewoon een ramp als je daar je auto neerzet en je stapt uit, zit heel je schoenen vol. En ik moet ook hondenbelasting betalen. Ik ruim het op. Gemeente, kunnen jullie er iets aan doen? Ja. Mevrouw geeft aan dat ze een probleem heeft met hondenpoep. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Het zijn vaak klein leed, maar wel, waar je echt last van hebt. En ik denk dat de gemeente wel iets meer kan doen op het gebied van handhaving. We hebben overal in de gemeente prullenbakken en materiaal neergezet om het daadwerkelijk op te ruimen. Maar het gaat natuurlijk om het gedrag van mensen. En het gedrag van mensen kunnen we beïnvloeden door er wat beter op toe te zien dat mensen dat ook daadwerkelijk doen. En de boetes wat te verhogen. Dus ik ben voorstander van wat deze mevrouw zegt. Dit moeten we echt steviger aanpakken dan wat we nu doen. Ja, het begint natuurlijk allemaal heel simpel. Met het groene zakje voor je hond. Ik heb hem zelf ook altijd bij me als hondenbezitter. Maar daarnaast is het als, hebben we als gemeente de wijktoets ontwikkeld. Daar zijn een aantal plekken uitgekomen, waaronder ook Dalem-Zuid begreep ik, waar veel overlast is van honden. En daar gaat de gemeente nu samen met bewoners zoeken naar een passende aanpak, zodat die overlast snel verdwijnt. Hondenpoep, ja, dat is een vraag die heel vaak terugkomt. En we zijn natuurlijk net ook in het nieuws geweest dat we veel hondenbelasting betalen hier in Tilburg, de hoogste van Brabant. 1,7 miljoen haalt de gemeente op, dus daar mogen ze ook wel iets voor terugverwachten. Ten slotte betalen de hondenbezitters ook belasting om de schoonste stad te zijn. Dus als we daar een klacht van hebben, dan vinden wij als Voor Tilburg ook dat daar adequaat op gehandeld moet worden. En dat je ook als gemeente laat zien wat je dan precies doet met dat geld. Dus wees helder, wees duidelijk, wat gebeurt er met het geld wat de Tilburger in het laadje brengt. Ja, hondenpoep is natuurlijk een blijvende ergernis. En dat komt denk ik ook wel door de gemeente. Ik denk dat de gemeente om te beginnen veel en veel meer moet handhaven. Dus erg regelmatig iemand met een bonnenboekje de wijk insturen. Zeker in de Reeshof ook. Om mensen die betrapt worden op het feit dat ze dus niet meenemen wat de hond achterlaat. Dat die gewoon een dikke boete krijgen. En vervolgens het spul dat dan toch nog blijft liggen. Daar komt niemand meer voor terug. Dus dat moet je gewoon echt opruimen. En daar heb je budget voor. Daar heb je inderdaad, zoals die mevrouw zegt, hondenbelasting voor. Dus ik denk twee zaken. Heel erg consequent handhaven. Dat mensen gewoon weten. Als ik mijn hond uitlaat en hij doet iets en ik ruim het niet op, dan kost me dat een paar tientjes. En dan ja, blijft het dan toch liggen. Dan moet er maar een volgende ploeg komen. En die moet echt gewoon de zaak opruimen. Dus we moeten de zaak zuiver houden. Hondenpoep is buiten ergernis, is het ook nog eens bacteriën houden en dat soort toestanden. Dus ook voor onze kinderen, opruimen die handel en gebruik daar maar die hondenbelasting voor.